Goedenavond, welkom bij het Speelkwartier. De komende weken zijn we op 5 verschillende scholen in Drenthe. Vandaag de eerste, we zijn in Schonebeek bij groep 7 en 8 van de... Iemelhof! In het Speelkwartier kunnen er punten verdiend worden bij het spelen van spelletjes. 5 spelletjes spelen we op elke school en uiteindelijk zullen we weten wie de winnaar is. Nou, bij spelletjes hoort natuurlijk ook een hele strenge scheidsrechter en dat is Guido! Hallo Guido! Hallo! Jij gaat zorgen dat alles helemaal correct verloopt, hè? Ja, ja, ik ben heel streng, want scheidsrechters moeten heel streng zijn natuurlijk. We gaan een aantal spellen spelen waarbij ik ook echt op moet letten wat ze gaan doen en of ze niet vals spelen. Want ja, kinderen mogen nog wel eens een keertje vals spelen. Oh, maar deze kinderen niet? Nee, hè? En over 3 weken dan zien we dus welke school de winnaar is geworden van het Speelkwartier. Zullen we beginnen? Ja, ik heb er zin in. Jullie ook? Ja! Elk spel heeft te maken met dieren. Zo ook dit eerste spel, hè, Guido? Ja, ja, we gaan gillen als een gibbon. Als een? Gibbon. Dat is? Ja, dat is een schattig aapje. En die aapjes die maken toch wel heel erg lawaai. En we zien de kinderen al in de juiste opstelling staan. We hebben 2 rijen van 10. Deze school heeft erover nagedacht, want ze hebben tactisch gedacht. Dames kunnen hard gillen. Dus ze hebben vooral dames en een aantal stoere jongens die toch ook wel hard kunnen schreeuwen. En ja, ik heb hier de decibelmeter. Mm-hmm. En hier kunnen wij op zien hoeveel decibels zij scoren. En het aantal decibel, dat is het aantal punten wat ze kunnen verdienen. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Ben jij er klaar voor? Ja, zeker, zeker. Ik ben er helemaal klaar voor. Vingers in de oren daarachter. Oké, daar gaan we. Ja, kunnen we? 1... 2, 3. Nou, dat was een beste score. We hebben 113 punten. Ja! Volgens mij wordt er nou nog harder geschild. Ja. Hebben jullie geoefend in de klas? Nee. Oh, niet, juf? Durft hij dat niet aan? Nee, durf ik niet aan. Hey, volgens mij was hier een hele harde gillen. Had jij je best gedaan? Ja. Ja? Wat heb je? Een hele zere knie. Ach jee, hoe is dat gekomen? Met voetbal op school en met paardrijden. Paardrijden ook op school? Nee. Maar wel een beetje sportieve school dus, dat je hier ook voetbalt. Ja. Ik ben benieuwd wat jullie gaan doen hier op het Speelkwartier. Succes! Ja. En zo is de eerste score van het Speelkwartier een feit. De leerlingen van de Iemenhof uit Schonebeek produceerden een enorme hoeveelheid lawaai. Daar kan een groep gibbons nog een puntje aan zuigen. Goed voor 113 punten. Nou, de kop is eraf, Guido. Ja, het was goed. Het was hard genoeg. Inderdaad. Hey, het tweede spel, wat gaan we doen? Ja, we gaan springen. En hoe? Als een kangaroo! Nou, voorbeeldig. Ik heb de kangaroo erbij gehaald. Ja. Zoals je ziet zit er ook een kleine in de buik. Mm-hmm. We gaan springen als een kangaroo. Kangaroo springt natuurlijk met 2 benen. We beginnen hier bij start. Ik zal het even voordoen voor jullie. Kijk, je pakt hem zo vast en je maakt een jump. Je moet zorgen dat je ook op 2 voeten terechtkomt. Want als je dat niet doet en je doet zo, dan telt hij niet. En dan moet je weer terug. Maar je ziet daar de bomen staan. Als je de bomen haalt, dus ik doe het even voor. Nou, dan heb je een zekerheid. En als je hierna een fout maakt, dan mag je gewoon weer terug naar het boompje. Jij begint, hè? Ja. Nou, pak de kangaroo. Ga klaarstaan. Even veren door de benen. Even warm worden. Oké. De nummer 2 staat ook al klaar? Ja. Oké. Guido, ben je er klaar voor? Zijn we er allemaal klaar voor daar? Ja, zijn we er klaar voor? Mag vanaf de streep, hè? Ja, kom maar. En de volgende. Pas op die kleine, hè. Pas op die kleine. Goed zo. Volgende. Schuif maar aan. Goed zo. Ga maar aan die kant staan. Makkelijker. Yes, de eerste boom is gehaald. Goed zo. Oh, dat was zo ver. Bijna bij de tweede. Goed zo. En de volgende. Goed zo. Gaat hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Yes, we zijn bijna bij de 15 meter. Ja, over de 15 meter. Een beetje die kant op. Ja, ga jij maar aan die kant staan. Goed zo. Oh, weer terug naar het boompje. We zijn er net overheen. Heel goed. Ja. Wow, we komen bijna bij het hek, jongens. Goed zo. Zo, oh, nee. Terug naar de boom. Dat was echt een foutje. Volgende.
Ja, hartstikke goed. Je bent de laatste, hè? Moet je eens ik was even bang dat je over dat hek heen moest. Jij ook, hè? Ja. Man, wat hebben jullie het goed gedaan. Waren er geen bomen meer over. Ja. Maar hoeveel meter is het, Guido? We hebben 26 meter en 20 centimeter gesprongen. Ja. En daarmee... Ja, we zijn er nog. Daarmee hebben jullie 26 punten verdiend. Hartstikke goed. Ja, springen kunnen die leerlingen van de IMO-OVL. Maar liefst 26 meter en 20 centimeter. Dat levert de school 26 punten op, waarmee de tussenstand komt op 139. Naast mij staat de directeur van de IMO-OVL, Bert Aarling. Bert, wat voor school is dit? De IMO-OVL is natuurlijk de leukste school en sportiefste school van Schoonenbeek. En dat hebben jullie net aan de spelletjes ook al wel gezien. Ja. We hebben gisteren een kampioen in onze school en die staat hier ook wel tussen met zandstrooien. Dat is een traditie in Schoonenbeek, dus we hebben de zandstrooikampioen bij ons. Zandstrooien? Daar moet ik even wat meer van weten. Wie is dat? Ilonka. Ilonka, zandstrooien? Ja. Wat is dat? Dan moet je een tapijtje leggen, heel netjes een tapijtje leggen. Van zand? Ja, van zand. Gewoon netjes zo tussen je vingers zo op de grond? Uit de hand. En daar ben jij gewoon kampioen van geworden van heel Schoonenbeek. Ja. Nou jongens, applaus! Hier staat! Hey, naast al die kampioenen binnen uw school, wat is nog meer specifiek? Nou, wat nog meer bijzonder is dat wij een winkeltje in school hebben. Dat is van het project Jong Ondernemen. De kinderen die beheren dat winkeltje en die zorgen ook dat ze een beetje winst maken met hun winkel. Nou, hartstikke leuk. Wat gaan jullie doen op het speelkwartier? Jullie gaan winnen, hè? Natuurlijk, wat gaan we doen? Het laatste spel alweer van vandaag. Naast mij staat... Roel. Roel. Loop je er altijd zo bij, Roel? Nee. Nee, liever niet, hè? We gaan namelijk weer een spel spelen. Wat gaan we doen, Guido? Ja, we gaan dit keer het vleermuizenspel spelen. Ligt voor de hand natuurlijk, hij is een vleermuis. Een vleermuis kan niet zien. Die doet alles op gehoor. Zoals je ziet hebben we vier tafels aan de buitenkant staan. Daar staan vruchten op. Waar jij nu staat is de grot. En je moet de vruchten naar de grot brengen. Maar ja, omdat jij niet kunt zien, heb je het geluid nodig van de ratels. De ratels zorgen ervoor dat jij de vruchten kunt pakken. En onderweg zie je ook nog beren staan. Want in een grot waar vleermuizen zitten, er zitten ook beren. De beren, als je die aanraakt, krijg je strafpunten. Oké, je moet dus heel goed kunnen luisteren bij dit spel. Kan je een beetje luisteren, Roel? Ja. Ja, dat zou ik ook maar zeggen. Jullie krijgen 5 minuten de tijd. Zo snel mogelijk, dat zijn de punten, hè? Ja, de secondes die je overhoudt, minus de strafpunten, dat zijn de punten die je gescoord met dit spel. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Raad ons nu nog allemaal even stil. Kijk eens naar de klok, jongens. De klok is er klaar voor. Okay. Zullen we aftellen, jongens? 3, 2, 1. Pak er dat fruit. Goed luisteren. Waar zit de ratel? Waar zit de ratel? Ja, goed, goed. Ja, het eerste fruit heb je te pakken. Nu moet je terug naar de grot. Terug naar de grot. Hij moet terug naar de grot, jongens. Heel goed, jongen. Oh, tafel. Ja hoor, lekker hoor. De eerste is binnen. Gaan we nu die ophalen. Goed luisteren naar de... Goed luisteren, goed luisteren. Heel goed, jongens. Heel goed. Het gaat heel goed. Ja, je bent er bijna. Je voelt de tafel. Daar ligt het op tafel. Ja, en de tweede hebben we te pakken. Ja, moet je goed luisteren, hè? De ratels. Ja, oké, gaan we nu die oppakken. Ja, dan moet je even voelen waar die is. Zou die erop liggen? Jawel, hij ligt erop. Wat is het? Heel goed, gaan we terug. En dan gaan we de volgende pakken.
Ja, heel goed. En dan gaan we snel terug. En stop de tijd. Ze zijn trots op je, Roel. Ik zie niks, ik niet. Zo, wat gaan we zo doen? Zullen we deze even los doen? Dat is net zo makkelijk. Hoe was dat, jongen? Dat je helemaal niks zag. Irritant. Ja? Hey, kijk eens naar de score. Nee. Ben je daar tevreden mee? Ja. Is dat goed, Guido? Ja, we hebben 2 minuten en 34 seconden. Nou, dat is toch 154 punten. Dat is heel netjes, hoor. Geen strafpunten? Geen strafpunten deze keer. Dus echt heel veel Jos, gescoord. Super gedaan! Yeah! 154 punten erbij voor de Imenhof vanwege een supersnelle tijd zonder strafpunten. En daardoor komt het totaal na 3 onderdelen op maar liefst 293 punten. 3 spellen hebben we nu gedaan hier op de Imenhof in Schonebeek. Hebben ze het een beetje goed gedaan, Guido? Ja, ging echt super. Roel heeft heel goed gedaan met het vleermuizenspel. Kangaroo jump zijn we ook erg ver gekomen. En ja, het gillen als een gibbon was toch ook wel erg hard, hoor. Dat konden jullie wel heel goed, ja. Zijn jullie tevreden? Ja. Ja? Hebben jullie zin in nog meer spelletjes? Ja! Zullen we dan gewoon morgen maar weer terugkomen hier? Ja! Graag tot morgen!